Dit is de Celestica fluit die Maizen net speelde. En als je daarop blaast, dan kan je gewoon op Weirder gaan rijden. En we krijgen er gewoon eentje. Ja, lekker man. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Pokémon Legends Arceus. Ik heb weer knijtens veel zin in deze video. En ik hoop jij ook. Dus kan al die duimpjes alvast omhoog. En vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. In deze video gaan we waarschijnlijk Cleaver zien. De vraag van de dag is dan ook, wie zou jij kiezen? Cleaver? Scissor of Scyther? Welke vind jij het tofst? Ja, ik blijf nog steeds denk ik bij Scyther. Ik denk dat ik die gewoon het vetst vind. Maar we gaan zo misschien de nieuwe variatie of nee, het is de evolutie van Scyther. Zo, ik moet het wel goed zeggen. Nieuwe evolutie van Scyther? Cleaver gaan we zien. En ik zie hier allemaal Buneary's. En laat ik even lekker proberen om die Buneary ook te vangen. Want dat ziet er wel schattig uit op zich. Niet dat ik die ooit in mijn team ga gebruiken. Maar ik wil natuurlijk wel gewoon een Buneary hebben voor mijn Pokédex. Lekker dit. Daar beneden zit er nog één. Nou, ik loop gewoon even lekker door. Eventjes hier er iets op deze steen mikken. Zo, Cyndaquil, let's go. Kijk, en dit is de weg die we moeten lopen. Langs allerlei statues. Ja, dit is de plek. Deze plek hebben de mensen hier ingericht. Ja, kijk, en daar moeten we zijn hoor. Daar staat iemand al op mij te wachten. En dat is die kleine koter. Julian, volgens mij. Hallo, kleine koter. Leon heet hij, bijna goed. Dit is Leon van de Pearl Clan. De Warden van Cleaver. De koning van het woud. En jij? Ik denk dat jij hier komt om Cleaver te ontmoeten, of niet? Ja, hij weet het al, hij weet het al. Want de onwijs krachtige Cleaver, die is nu nog awesomer geworden. Komt misschien wel door de rare bliksem van laatst. Maar whatever het ook was, de bliksem heeft mijn koning aangeraakt. En nu is die nog sterker geworden. Dus ja, je moet weg. Het is te gevaarlijk voor jou om Cleaver te ontmoeten. Oké, op zich kan ik dat begrijpen. Maar wat moet ik doen dan om hem wel te ontmoeten? Ah, kijk hem, zijn mond staat open. Hij zegt, wow, nou jij hebt wel erg. Jij wil hem wel heel graag ontmoeten. Ik ben verbaasd door jouw passie. Maar oké. Je passie is niet het echte probleem. Irida zegt gewoon dat ik niemand in de buurt van Cleaver mag laten. En ik zal met jou vechten als jij hem wel wil ontmoeten. Hij heeft blijkbaar een Goomy. Oké. Ik wil wel met jou Goomy battelen. Hij zegt, ja, je kan beter omdraaien, vriend. Je kan beter omdraaien. Maar oké, go Goomy. Hey, Goomy is lachen, man. Cyndaquil is ook lachen. Goomy is level 15. En Cyndaquil, die is level 17. En die heeft eigenlijk al wat damage. En Goomy, die is natuurlijk... Ja, die heeft niet zoveel last van mijn verbrandactie. Ik heb hem wel verbrand, dus dat is dan weer wel lekker. Oh, hij gaat voor Strong Style. Oh my gosh, hij gaat mijn... Bubbel! Mijn Cyndaquil is weer kapot. Oké, let's go. Luxio. Luxio, let's go. Ice Fang. Pak hem. Super effective. Lekker dit, Luxio. Ja, ik wilde die eigenlijk als eerste inzetten, maar ja. Ja, en nu? En nu? Mogen we dan nu wel Cleaver ontmoeten? Leon zegt, hoe kan dit nou? Ik ben dan wel misschien verslagen, maar mijn punt staat nog steeds. Het is veel te gevaarlijk voor jou om Cleaver te ontmoeten. Je wordt helemaal in elkaar geslagen door hem als je dat gaat doen. Normaliter zou ik zeggen dat je hem gewoon een offer moet brengen. Bijvoorbeeld zijn favoriete eten. Maar zelfs ik... De loyale Warden van Cleaver kan nu niet dichtbij genoeg meer komen. Omdat hij gewoon helemaal lijp is geworden. Niemand kan hier wat aan doen en jij ook niet. Hé, en Irida is er opeens. De voorvaders van Cleaver, Weirder en de rest van hun... die pakken de kracht van de Almighty Sinnoh... om andere Pokémon te beschermen en ook mensen te beschermen. En door hun genade kunnen wij hier nog steeds leven. Leon vraagt aan Irida wat ze hier doet. Vraag me ook een beetje af. En Irida zegt, ja, Cleaver die is nog sterker geworden. Maar die kracht, dat is een probleem voor ons. Hij is inderdaad geraakt door de bliksem. Zou die bliksem hebben kunnen komen van de valse Sinnoh? De valse Sinnoh waar de Diamond Clan voor buigt. Cleaver betekent zoveel voor onze clan. En ik had gehoopt dat we hem zelf onder controle kunnen brengen. Maar nee, we moeten deze outsider gaan vragen. We moeten Cleaver uit deze frenzy halen. Uit zijn woede. Want als meer mensen en Pokémon worden aangevallen... dan hebben we straks een conflict met de Diamond Clan en Galaxy Team. Dus jij, vreemdeling die uit de lucht gevallen is... Denk jij dat jij en de Galaxy mensen dit kunnen fixen? Kan een buitenstaander echt de koning zijn woede onderdrukken? Ja, ik ga wel wat proberen, joh. Irida zegt helemaal goed. Liam en ik gaan het eten voor Cleaver zoeken. En hopen dat we dichtbij kunnen komen om iets aan hem te offeren. En jij probeert een manier te vinden om zijn woede te onderdrukken. Ook al moet je tot elk uiteinde van Hisui zoeken. Blijkbaar ga ik hem dus toch nog niet ontmoeten. Oh, de telefoon gaat. Arceus komt ons even helpen. Oh, en nu kunnen we gewoon ten alle tijden terug naar basecamps. Dat is wel lekker, zeg. Dan hoef ik niet meer elke keer allemaal revives te maken. Dus we moeten nu terug naar de basecamp. Maar ik wil wel eventjes kijken of ik nog wat nieuwe Pokémon kan vinden hier in de nacht.
Scyther! Oké, Cyndaquil, let's go. Mijn favoriete Pokémon is gewoon daar. Ik wil hem vangen. Oh, maar hij wil mij aanvallen. Hij is boos. Ja, dat dacht ik al, dat Scyther agressief zou zijn. Kijk hem dan. Wat een bazen Pokémon is het ook, hè. Scyther doet Quick Attack. Kijk hoe sterk die ook is. Oké, ik ga voor een Agile Style. Ember, want ik wil Scyther natuurlijk niet slopen. Oké, dat gebeurt ook niet. Dan doe ik nog een Agile Style Ember. Let's go. Dan is die als het goed is lage HP. Ja, top. Oh, Scyther doet Aerial Ace. Cyndaquil is weer dood. Cyndaquil is niet zo sterk, hè? Een beetje jammer dit allemaal. Cyndaquil gaat de hele tijd dood. Oké, let's go. We gaan gewoon een heavy ball gooien. Scyther, let's go. Kom, jongen. Kom. Kom, daar is die. Ja, ik heb Scyther gevangen. Dit is zo cool. Lekker, man. Level 13 Scythertje. Oh, er zijn er gewoon nog veel meer hier, joh. Oké, pak hem. Pak deze. Hebben we hem in de rug aangevallen? Nee, net niet. Scyther doet Silver Wind. Ik ga voor Air Slash. Deze is level 15 trouwens, deze Scyther. Holy moly, maar hij is in één keer kapot. Lekker gedaan, Staravia. Ja, ik denk dat ik misschien toch mijn Cyndaquil gewoon moet gaan evolueren. Ik wilde hem eigenlijk niet evolueren, omdat we dan... Ja, dat het dan wat makkelijker is met die Pokédex te vullen. Maar ja, Cyndaquil gaat wel de hele tijd dood, joh. Dat schiet natuurlijk niet op, hè. Yo, kijk, daar is een heel glimmend steentje. Wat zou daarin zitten? Oké, ik moet even naar die glimmende steen lopen. Oké, hierachter was dat ergens... Go, 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 go. Kijk, hier, glimmende steen opeens. Let's go, wat zit erin dan? Stardust zit erin. Ah, oké. Okay. Kijk hoe vet het is, hoe je die maan ook onder ziet gaan daar zo. We gaan weer richting de dag. Heel cool gedaan. Oké, let's go. We gaan weer terug naar het kampie. Dat kan ik nu natuurlijk ook Scyther in mijn team gaan doen. En dat is wel mega vet. Dan kan ik die in plaats van Krikatoon doen, maar ik kan hem ook in plaats van Staravia doen. Scyther is Bug en Flying. Ik denk dat ik dan toch Krikatoon niet meer in mijn team doe, want ja, het is wel een alpha Pokémon, maar ik vind hem gewoon niet zo heel tof of zo. Oh, we kunnen ook Dustox nog eerst eruit doen natuurlijk. Laten we eerst Dustox eruit doen. Zo, doen we het op deze manier. Maar we moesten naar de Fieldlands Camp. En even voor deze gast, ik heb jouw champignon gevonden, vriend. Hier, neem lekker champignonnetje, joh. Ja, dan krijgen wij nu een lekkere champignoncakey, of niet? Yo, what up, Leventon? Die zegt, hoe ging het bij Cleaver? Nou ja, ik mocht daar niet naartoe, joh. Ik ben geweigerd.nl. Maar we moeten even het favoriete eten van Cleaver vinden. Nou, ondertussen hebben we weer wat Pokémon gevangen hier. Lekker krijgen we weer lekker monies. Heb ik meer dan 10.000 monies? Ja, dan moeten we toch meer opslagplekken in onze zakje gaan fixen. Want ja, mijn opslag zit de hele tijd vol. Hé, maar we waren al volgende rank. Maar waarom is dat niet... Dat is niet doorgegaan. Moet ik dan nog even met Sylene gaan praten of zo? Ik ben al lang volgende rank. Leventon die zegt... Nou, volgens de informatie die ik nu allemaal heb... Wordt Cleaver weer rustig door zijn favoriete eten. Maar ja, wat is dan zijn favoriete eten? We kunnen sowieso niet dichtbij genoeg komen op dit moment. Nou, hij gaat dus even kijken. Onze marvelous professor. Ja, hij heeft het. Eureka! We moeten eten naar hem gooien. Oké, is het zo simpel? Maar wat is dan zijn favoriete eten? We moeten ballen maken van eten. En dat moeten we blijkbaar op hem gaan gooien. Tea time ballen noemt hij. Oftewel theetijd ballen. Oké, omdat thee dus altijd relaxend werkt. Nou, de Pearl Clan die gaat blijkbaar alles voor ons bij elkaar zoeken. En dus moeten we weer terug naar de Grand Tree Arena. Yo, gast, ik heb meer ruimte nodig, man. Maar jij bent echt kapot duur. 2000 monies. Voor één nieuw plekje in mijn inventory. Oh, 2500 gaat er nu vanaf. Dit gaat zo snel. Nog eentje dan. 3000 eraf. Och, dit doet zoveel pijn. Ik heb een hekel aan deze guy. Ja, nu is het weer klaar, jongen. Ik vind wel dat ik straks gewoon een gratis plek van jou moet krijgen. Want je bent echt veel te duur voor dit. Yo, what up, mate? Sta je weer te wachten op mij hier, joh? Ze zeggen, wauw, die Galaxy Hall. Dat is echt een mooi gebouw. Jullie hebben een mooi hoofdkwartier hier. Maar ik heb nieuws voor je. Oeh, kijk Weirdy hier staan. Oh my gosh, wat vet. Ademan zegt, ik heb gesproken met Weirdy over wat er allemaal is gebeurd. Hoe jij probeert om nu Cleaver weer wat rustiger te maken. Ja, en toen Weirdy dat hoorde, toen je kan al zien hoe die reageerde. Weirdy vindt jou waardig. En we hebben dus blijkbaar nu een fluit nodig. En die fluit, die hebben zij ook. Oké, we moeten goed luisteren naar Ademan. Dat ging aardig snel. Oh, nog een keer? Ja, oké. Ja. Oh my gosh, oké, Weirdy. Gaat het goed? Dit is de Celestica fluit die Maizen net speelde. En als je daarop blaast,
Dan kan je gewoon op Weirder gaan rijden. En we krijgen er gewoon eentje. Ja, lekker man. Ah, dit is wel vet. Dit is wel cool. Oké, we moeten nu even erop blazen. Let's go. Nog een keer. Daar is die jongen. Weirder opent zijn hart. Oh ja man. Koala neushert. Oh, we krijgen de mindplate. Van Weirder. Nou, als je deze gebruikt op een bepaalde Pokémon, dan wordt hij een Psychic type. Oké, dus als we nu op start drukken. Oh, dit gaat zo snel. Oh, daar zitten we er gewoon gelijk op. Heel vet. En we moeten gelijk een ballonnenrace gaan doen. We moeten 17 ballonnen kapot maken binnen de tijd. Oké, nou, dat wil ik wel doen. Er zijn in totaal 30 ballonnen. We moeten dus minimaal 17 kapot maken in 45 seconden. Oké. Ah, het zijn Drifloon balloons. Wat grappig. Kunnen we ook nog sprinten of zo? Ja, dash. Let's go. Lekker hoor, lekker. Oh, dit is super cool. Woehoe. Spring. Oh, nee. Ah, oké. Never mind. Die laten we even zitten. Klap, klap, klap. Lekker. We kunnen dus niet dashen en springen tegelijk. Dat gaat niet. Dus we moeten nu springen. Ah, ik mis weer mijn jump. Oké, maakt niet uit, maakt niet uit. We moeten de 17 kapot maken. Dat hebben we nu gered. Lekker. Ik denk dat we ook een extra prijs krijgen op het moment dat je ze gewoon allemaal kapot maakt. Denk ik. Ik moet een andere knop indrukken. Oh ja, oké, dat was de fout. Dat was de fout. Ik drukte de verkeerde knop in, jongens. 26 ballonnen. We krijgen Stardust. Ja, nice, nice, nice. Oh, we kregen ook een Rare Candy trouwens. Oh, maar dit is wel echt zo cool gedaan. Dat het gewoon zo soepel gaat ook. Gewoon hoppakee. En je zit op Weirder. Echt heel nice. Go, go, go. We kunnen dus wel gelijk dashen en springen. Kijk maar. Ik drukte gewoon op A in plaats van op I. Pikachu! Serieus? Pikachu, kom! Wojo, ik kom opeens Pikachu tegen. Ja! En we hebben hem gevangen. Level 9 Pikachu. Wow. Die kwam gewoon hier zomaar even voorbij rennen, joh. Ik had geen idee dat we die hier konden vinden. Hebben jullie al Pikachu gevonden, jongens? Laat het even weten in de comments. Man, we komen nu opeens wel vette Pokémon tegen. Een Scyther, een Pikachu. Oké, we zijn weer bijna op de plek waar Cleaver is, jongens. En ik ben benieuwd of ze de ingrediënten hebben gehaald. Ja, die we nodig hebben om Cleaver, zeg maar, tevoorschijn te laten komen. Ik stap even af. En dan gaan we dat zien in de volgende aflevering. Let's go. Wat een vette game is dit. Als je het nog steeds vet vindt, blijf die duimpjes omhoog knallen, jongens. Vergeet niet te abonneren en knal het belletje aan, want dan mis je gewoon geen enkele aflevering. En dan zie ik jou bij de volgende. Mazzel!